is weinig te doen voor beide doelen op dit moment. Nu kan dat misschien veranderen. Als hier Van Hooijdonk de bal binnenloopt. Dat is een uitstekende treffer van NAC Breda via de rechterkant uitgespeeld. Sidney Van Hooijdonk met zijn 15e van het seizoen op aangeven van Robin Schouten. Fiorini, en die mag de bal meenemen. Hij krijgt hem ook nog hier een stukje verder. En ruimte is voor de Rooij. Nou, dat moet 0-2 zijn. En dat is ook 0-2. NAC verdubbelt de voorsprong in Leeuwarden. 5 minuten na rust. En dan heeft Haaien het overzicht. Het is een prima paas op de Rooij. Wat staat hier vrij? En nu wel. Nu wel raak. Dat toch het moment waarop Cambuur terugkomt. En maakte Paulussen zijn vierde van het seizoen. Paulus, ja, hij is wel sterk. En dat doet hij ook goed. Balletje naar de zijkant. Nou, Muren. Die moet je toch wel maken. Laag en hard geschoten, maar het is 2-2 nu. En Muren is de man. Ja, Muren is de man. Al mist hij er nog zoveel, dan gaat er altijd wel eentje in, zou je zeggen. Dit is een schot van Paulussen en daar loopt Muren dan tegenaan. Molin met een goede voorzet en die bal wordt binnengekopt. Het is 3-2 voor Cambuur. En ja, dan gaat hij boven het gemiddelde van 1 zitten. Als Molin dan deze bal aansnijdt, weet Muren er wel raad mee. Kopt hij de bal keurig binnen. Schouten eraf met 2 keer geel. Wat haal je toch in je hoofd daar? Ook op die positie. Nou, dus in de na-competitie. Cambuur kan uittrainen, aftrainen en met vakantie. Maar niet nadat het hier vanavond nog wat prijzen in ontvangst neemt.